Enkele assembléeleden zijn positief getest op het COVID-19-virus. De parlementariërs en hun families zijn in quarantaine. Dit zegt assembléevoorzitter Marinus B. De geplande openbare vergadering van vandaag is afgeblazen tot nader order. We hadden gepland 2 openbare vergaderingen. Eén betreft die COVID-situatie, en daarop zou de regering moeten antwoorden, want het parlement heeft al vraag gesteld in die eerste ronde. En als tweede vergaderingen zouden we naturalisatie behandelen. Maar helaas hebben we het moeten afblazen omdat naar onze informatie die we hebben ontvangen, een paar leden, dus DNA-leden, positief zijn getest. B zegt verder dat het goed gaat met de parlementariërs. Tot nu toe zijn er geen meldingen dat de mensen er slecht aan toe zijn. Enkele moesten in verplichte quarantaine omdat hun naasten besmet zijn geraakt. Een bepaalde fractie hebben wel een 100% dekking, bijvoorbeeld de VAP-fractie. Ik denk ook de NPS, maar bij anderen nog niet. Dus we blijven mobiliseren. Maar het personeel, daar loopt het ook vrij goed, want in december, toen we die inventarisatie hadden gedaan, zaten we toen al op ongeveer 72%. Ja. Dus we hopen dat in de afgelopen weken het verder is gaan groeien. De redactie verneemt dat het om een behoorlijk aantal mensen gaat dat positief getest is. Ook enkele medewerkers zijn naar zeggen van B in verplichte quarantaine geplaatst.